Eerst hadden jullie net een hele mooie aanval afgeleverd en een minuut later lag die bal erin 1-0 achter. En dan lijkt het een moeilijke wedstrijd te gaan worden. Ja, als je 1-0 achterkomt, dan lijkt het een moeilijke wedstrijd te worden. Maar ja, we hebben het als team, vind ik, ontzettend goed opgepakt. En we zijn niet met de kop naar beneden gaan lopen. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en alles eraan gedaan om te scoren. En vooral rustig te blijven en goed voetbal te laten zien. En, ik denk dat het een compliment is naar de ploeg als je ziet hoe we de tweede helft spelen. Ik vond dat het goed uitzag, omdat een tegenstander je zo ver achterover drukt. En dan zijn de ruimtes zo klein. En ze hebben gewoon goede verdedigers staan. Nou, dan vind ik nog dat we aardige kansen hebben gecreëerd. En uiteindelijk terecht op 1-1 zijn gekomen. 81ste minuut, er komt een paas van Daley Blind. Een soort tennispaas. En de bal stuitert en jij oordeelt goed en scoort. Het was een fantastische bal van hem. Steeds achter hem en hij had een goed gevoel voor deze pas. Nee, hij zei ook in de kleedkamer dat was een dramabal. Maar gelukkig ging ik achter hem en timed die bal niet goed. En gelukkig 1-1. Maar dit is echt een spitsgoal. Hoe je hem dan ook inschiet, dat is een kwaliteit. En daarvoor hebben we hem ook gehaald. Ik probeerde gewoon die bal erover te spelen. En, Kolbeck ging er achteraan en dat is mooi. Als je de tweede helft bekijkt, had er nog wel meer in gezeten. Ja, maar ik vind ook dat we 2 punten hebben verloren. Laat dat duidelijk zijn. Dit is een goede generale voor Celtic. Ja, absoluut. Wij gaan zeker met vertrouwen naar Celtic. We speelden goed tegen Milan. Jammer, ook nog 1 punt. En wij verdienen zeker 3 punten nu. En wij gaan, zoals ik zei, met vertrouwen naar Glasgow. Het gaat mij altijd vaak om de uitvoering. En daarna moet je kijken wat het resultaat is. En natuurlijk, als speel je heel goed steeds en je krijgt geen punten, dan moet je uiteindelijk wel gaan kijken of het de goede weg is. Maar ik ben ervan overtuigd, als je zo speelt, dan komen de punten, tenminste niet 1 punt, maar komen 3 punten vanzelf.